Goedenavond iedereen, welkom. Welkom op de eerste webinar in een reeks webinars over het stikstofdecreet. We hebben ervoor gekozen om hele korte webinars te organiseren en ook de mogelijkheid te laten om vragen te stellen via de chat. Welkom dus op deze webinar met als titel: Wat betekent het stikstofdecreet voor elke rundveehouder? Ik heb expliciet de rundveehouder eigenlijk geschrapt, omdat die wel degelijk impact heeft op elke rundveehouder. Maar wie ben ik? Ik ben Katrien Boeserie. Ik ben sectoradviseur emissies. Ik heb helaas niet zelf geschreven, of ik heb zeker niet zelf geschreven aan het stikstofdecreet. Ik probeer alles binnen het agentschap Landbouw en Zeevisserij een beetje op te volgen wat emissies betreft. Maar dat zit binnen het beleidsdomein omgeving. De teksten die voor ons gekomen zijn, hebben ons ook doen schrikken. Net als die koe een beetje raar kijkt, heb ik ook soms af en toe een keer raar gekeken naar de teksten die op onze tafel zijn komen belanden. Dus ik probeer hier deze avond een poging te doen tot een toelichting te geven van wat dat het eigenlijk gaat betekenen voor jullie als landbouwer eigenlijk zelf. We geven een globaal advies, eigenlijk een advies in zaken voorlichting. Wij kunnen helaas niet ingaan op ieder individuele situatie, dus helaas hebben wij niet de mogelijkheid om individuele begeleiding te doen. Maar wij bieden eigenlijk binnen deze webinars en artikelenreeksen zoveel mogelijk informatie aan, zodat jullie de mogelijkheid hebben om zich toch te verdiepen in de materie. Want het wordt een hele boterham. Wat is het PAS en het stikstofdecreet? Want soms worden de zaken een beetje door elkaar gehaald en dat is niet onlogisch. Want het ene heeft uiteindelijk te maken met het andere. We hebben een heel traject eigenlijk doorlopen. We hebben een paar PAS-akkoorden gehad. Het laatste PAS-akkoord was eigenlijk van 15 maart vorig jaar, dus eigenlijk een ruim een jaar geleden. En daaruit, of dat is de basis geweest om eigenlijk het stikstofdecreet te gaan maken. Nu, dat stikstofdecreet is een deel van wat dat er toen eigenlijk in het akkoord zat. Er zijn ook nog vrijwillige stopzettingsregelingen gepubliceerd. Er is intussen ook al een aantal besluiten rond verhoogde steun voor vlief eigenlijk gepubliceerd. Ook een VEN-besluit, omdat het stikstofdecreet enkel over SBZH-gebieden gaat. Dus het VEN-besluit zit daartussen. En er gaat ook nog heel veel komen. We hebben enerzijds nog heel wat uitvoeringsbesluiten. Want het stikstofdecreet is op dit moment wel gepubliceerd, maar er staat heel veel in, ook dat nog nadere regels vergen. Dus die uitvoeringsbesluiten moeten vaak ook nog opgemaakt worden om meer duidelijkheid te geven. Er is ook nog een decreet ammoniakemissie reducerende maatregelen. Dat is een voorstel van decreet die ook nog moet goedgekeurd worden, waarin dat de AIA en de pasmaatregelen opgenomen worden. Zolang dat die niet definitief is, kan bijvoorbeeld een pasmaatregel ook niet in een vergunning op dit moment eigenlijk opgenomen worden. Men verwacht die hopelijk eind april dat dat ook kan goedgekeurd worden. Er is ook nog heel wat wetgeving op komst rond flankerend beleid. Dus ook voor de piekbelaste maatwerkgebieden en dergelijke, nulbemesting. Dat zijn zaken die in het akkoord zijn opgenomen, maar die in nog regelgeving nog moeten uitgewerkt worden. Nu, het stikstofdecreet zelf is een hele boterham. Er zijn heel wat pagina's. Ik heb het hier proberen wat schematisch voor te stellen in drie blokken. We hebben enerzijds generieke maatregelen. Generieke maatregelen waar dat bijvoorbeeld de pasreferentie 2030, dat is voor velen een nieuw begrip. Ik ga dat straks ook heel uitgebreid gaan toelichten. Reductiedoelstellingen zijn opgenomen voor de verschillende sectoren. En ook een vrijstellingsregeling. Het tweede blokje is eigenlijk zijn de beoordelingskaders voor vergunningsverlening. Er zijn er zo een drietal, maar voor de landbouw zijn voornamelijk eigenlijk de ammoniak van belang voor de landbouw en de veehouderijen en de mestverwerkingsinstallaties. En daarnaast, maar dat is dan meer voor de tuinbouwsector, de stikstofoxiden. Denk maar aan de WKK bijvoorbeeld. Dat gaan we hier nu in de webinars niet behandelen. Maar weet dat ook tuinbouwbedrijven kunnen onderworpen zijn om stikstof te creëren. We hebben ook specifieke maatregelen. Dat zijn de piekbelasters, maatwerkgebieden, veranderingen in de nutriënten, emissierechten, nulbemesting en aanpassingen in het mestdecreet. Maar daarvoor ga ik eigenlijk verwijzen naar de webinars die georganiseerd worden eind april, begin mei, rond deze
thema's waar dan ze per thema eigenlijk een hele, ja, ik kon niet zeggen een hele avond, maar toch ook een uitgebreide webinar gaan voorzien. Wat gaan wij eigenlijk zien deze avond? Het is een avond voor rundveehouders, dus ik heb hier alle aspecten er eigenlijk uitgehaald die van belang zijn voor de rundveehouder. We gaan de pasreferenties zien, welke doelstellingen die gehaald moeten worden en welke vergunningsverlening zal toegepast worden. We gaan beginnen met een nieuw begrip en een heel bepalend begrip. Dat is de pasreferentie 2030, die van toepassing is voor elke varkenshouder, pluimveehouder of rundveehouder. Dus als gemengd bedrijf gaat er van alles een beetje hebben. Maar nu hebben we hier eigenlijk de rundveehouders vanavond. Dus ook voor elke rundveehouder, vleesveehouder, kalverhouder zal een pasreferentie 2030 berekend worden. Nu, je moet dat zien als een soort quotum. Eigenlijk een soort of een emissieplafond die eigenlijk zal bepaald worden de uitstoot die maximum in 2030 mag zijn op uw bedrijf. Ook voor wie nu eigenlijk al een vergunning van onbepaalde duur op zak heeft of zelfs na 2030, ook die bedrijven zullen moeten voldoen aan die pasreferentie 2030 en moeten eigenlijk check doen om te zien of dat die gehaald wordt of niet. En dus noods nog bijkomende maatregelen moeten nemen. We gaan beginnen bij het begin. Er zijn een aantal elementen die bepalend zijn voor die berekening. We gaan beginnen bij de mestbankaangifte voor het productiejaar van 2021. Dat zijn het gemiddeld aantal dieren van dat jaar. En men gaat dat vermenigvuldigen met een leegstandspercentage en aangepaste emissiefactoren. Die twee zaken samen, dan noemt men ook de referentiesituatie 2021, is vooral van belang voor andere sectoren buiten varkenspluimvee en rundvee. Nu, wat gaat men daar gaan aftrekken? Men gaat daar eigenlijk alle reducties die moeten behaald worden tegen 31 december 2030, ook de generieke maatregelen genoemd, eigenlijk de doelstellingen die elke sector opgelegd krijgt tegen die datum, die reducties worden dan afgetrokken en dan heeft men eigenlijk de pasreferentie 2030. Maar er is wel een maar, zeker voor rundveehouders is dat van belang. Er wordt wel een grens opgelegd en dat is de grens van de vergunde aantallen. Men mag eigenlijk nooit meer dierenaantallen hebben dan de vergunde aantallen. Dus in feite zou uw mestbankaangifte niet hoger mogen uitvallen dan uw vergunde aantallen. Maar we weten dat dat soms niet altijd zo in de praktijk gebeurt. We gaan even kijken naar die emissiefactoren. Want die liggen vast. Dus men heeft voor de runderen hebben ze een lijstje per diercategorie. Dus voor melkkoeien, ik ga het boomste, melkkoeien en kalfkoeien ouder dan 2 jaar. Zit bijvoorbeeld in een lichtboxenstal, dan noemt dat een overhuisvestingssysteem. En dat heeft een emissiefactor van 13. Je ziet in de laatste kolom staat bijna overal 0, behalve bij de vleeskalver, en dat is het leegstandspercentage dat in rekening mag gebracht worden. Dus er mag geen leegstandspercentage toegepast worden bij melkveebedrijven en zoogkoeien, enkel bij vleeskalverbedrijven. En dat is vastgelegd op 5,5%. Zoals het eerste, dus de dierenaantallen en mestbankaangifte, dan de leegstandspercentages en de emissiefactor. De derde is dan eigenlijk de doelstelling. Welke doelstelling moet er gehaald worden tegen 31 december 2030? Voor melkvee is dat een reductie van 25%, voor de mestkalveren is dat 28% en voor vleesvee 0%, dus er mag geen stijging zijn. Maar ik heb dat in het rood gezet en ik kom daar straks nog op terug, want zo staat het nu in het decreet dat 0% reductie moet zijn in de pasreferentie 2030. Er staan er ook sterretjes bij, dus er is in het decreet eigenlijk geschreven dat er ook na 2026 een actualisatie komt van de reductiepercentages. Dus als er veel bedrijven zouden stoppen, dan gaan die reductiepercentages naar beneden gaan. Stel dat er heel veel omschakeling is van varkens naar melkvee en de melkveesector zou gaan stijgen, dan zou ook deze reductiepercentages nog kunnen stijgen. Dus het is wel van belang, de evolutie van de sector, om die toch in de gaten te houden, zodat we zien wat die reductiepercentages doen naar de toekomst toe. Misschien concreet met een voorbeeldje, want dat is nogal theoretisch. Ik heb hier een melkveebedrijf met 100 melkkoeien, 40 jongvee en 37 jongvee, dus 77 jongvee tussen onder de 2 jaar.
daar gaat men dan leegstand rekenen, maar die is 0%, dus die dierenaantallen blijven hetzelfde. En die gaan we vermenigvuldigen met de emissiefactor. Emissiefactor van 13 voor melkkoeien en 4,4 voor het jonkvee. Daar trekken we de doelstelling vanaf. We moeten 25% gaan reduceren tegen eind 2030. En als we die getallen eigenlijk gaan vermenigvuldigen en aftrekken, dan komen het getallen uit voor 100 melkkoeien komt op 975 en voor het jongvee 132 en 122. We tellen die allemaal samen. Dan komen we op een getallen uit van 1229. Dat wordt eigenlijk onze pasreferentie 2030. Dat is eigenlijk ons plafond van emissies dat we nog mogen uitstoten in 2030. Een voorbeeldje voor vleeskalveren, waar dat dan wel eigenlijk een leegstandspercentage van 5,5% in rekening kan gebracht worden. Dus die 600 maal 5,5% komt uit op 633. We hebben een emissiefactor van 3,5. Dan hebben we 28% doelstelling, die moeten we eraf trekken. En dan komen we uit op een maximaal plafond van 1595. Ik heb dat straks gezegd, begrensd tot de vergunde aantallen, is wel van belang. Stel, ik heb in mijn mestbank aangifte 2021 100 vleesdieren van 6 tot 24 maanden, maar ik had er eigenlijk maar 90 vergund. Dan zal men die 90 als basis gebruiken om dan uw berekening te gaan maken. Vleesdieren, dat zijn andere runderen, hebben een emissiefactor van 5,3. Geen doelstelling, want het is vleesvee. Maar die maar komt hier ook terug. Dan hebben we een emissieplafond van 477 kilogram. Dus voor ieder bedrijf is dat een andere situatie. En voor ieder bedrijf zal dat eigenlijk ook moeten gaan berekenen. Misschien nog erbij vertellen dat er een tool zal komen om die berekening te gaan maken, want we weten ook dat de diercategorieën in de mestbankaangifte niet één op één te vertalen zijn naar diercategorieën in de milieuvergunning. Dus daar zal ook nog een eenduidig afspraak rond gemaakt worden hoe dat dan eigenlijk moet aangepakt worden. Dus het is niet altijd op dit moment mogelijk om die pasreferentie te gaan berekenen, maar het is wel een indicatie van hoe dat het zal aangepakt worden. Er kan een aangepaste berekening gevraagd worden. Dus dat zegt van ik ben daar niet mee akkoord. Als er sinds 2017 investeringen zijn gedaan in dierplaatsen, ik denk maar een nieuwe stal die eigenlijk bijgeplaatst is, sedertien, overmacht. Als je het ongeluk gehad hebt dat je stal afgebrand is, dan kun je zeker die overmacht gaan inroepen. Of als het een nieuwe exploitatie zou zijn, hoewel dat er eigenlijk weinig nieuwe exploitaties vergund geweest zijn in het jaar 2022. Maar wie weet dat sindsdien dat toch een vergunning hebt gekregen. Men gaat wel altijd gaan kijken of aan de NERS voldoende aanwezig zijn. Op 1 januari 2024 is de datum die afgeklopt is. Maar hoe dat het concreet zal gebeuren, hoe dat die berekening dan anders zal zijn, of welke cijfers dat men nog gaan mogen en kunnen gebruiken, daarvoor moeten nog regels opgesteld worden. Dat gaat af en toe wel een keer tegenkomen. Dus dat is een nieuw uitvoeringsbesluit die moet gemaakt worden om daar meer duidelijkheid over te krijgen. Nu, rundvee is een beetje een specialeke. We hebben bij rundveesector een tussendoelstelling dat we andere sectoren niet hebben. En wat is die tussendoelstelling? Dat is dat tegen 31 december 2025 een maatregel genomen worden van minimum 5% rendement. Nu, die maatregel, dat kan eventueel een techniek zijn, maar dat kan ook 5% minder dieren zijn. En we kunnen eigenlijk al een stukje eigenlijk begrijpen dat men als basis ook dat referentiejaar 2021 zal gebruiken. En dat de maatregel eigenlijk van toepassing zal zijn op het volledige bedrijf. Dus dat men eigenlijk echt een reductie wenst van 5% op het volledige bedrijf. Dat zal via melding in de vergunning kunnen aangevraagd worden en zal ook moeten opgenomen worden in de mestbankaangifte dan van 2026. Nu, er is ook een tussenevaluatie. Ik heb dat straks gezegd, die cijfers kunnen veranderen, maar er is ook nog iets anders. Men heeft eigenlijk het doel dat de sector eigenlijk heel snel gaat dalen in emissies. En men gaat dat ook gaan toetsen. Men wil, of laat ons zeggen, men dus gaat evalueren om te zien of de emissies al minstens voor de helft zijn gedaald.
in 2026. Voor melkvee is dat dan 12,5% die moet gedaald zijn, voor mestkalveren 14% en voor vleesvee mag er geen stijging zijn ten opzichte van 2021. Dat is zeer ambitieus. Dat zou betekenen dat heel veel bedrijven eigenlijk heel grote inspanningen zouden moeten doen tegen eind 2025. Dat is een kort dag. Dus als dat niet gehaald wordt, dan zijn er wel consequenties. Als het niet gehaald wordt, dan gaat er eerst op vrijwillige basis eigenlijk actieve NERS opgekocht worden. En als dat nog niet voldoende is, gaat men vanaf 1 januari gedwongen opkoop doen. Je zal enkel een vrijstelling kunnen krijgen als je al 15% gereduceerd hebt ten opzichte van 2021. Maar de rest van waar dat die opkoop gaat gebeuren, wie dat er eigenlijk gaat opgekocht worden, dat is helemaal nog niet duidelijk. Ook daar moet er nog een uitvoeringsbesluit komen. En zullen er zeker voorwaarden eigenlijk aan gekoppeld worden. Dat kan gebiedsgericht zijn, bepaalde type bedrijven, bijvoorbeeld vrijstellingen voor jonge landbouwers. Dat is allemaal nog open. Dus daar moet ook nog een uitvoeringsbesluit gemaakt worden. Excuseer. We hebben wel een uitzonderingsregeling of een vrijstellingsregeling, maar die is beperkt. Die is beperkt voor kleinschalige bedrijven. En wat zijn kleinschalige bedrijven? Dat zijn bedrijven die maximum een uitstoot hebben van 500 kilogram ammoniak. Als je voorbeelden eigenlijk in het achterhoofd uit, 500 kilogram ammoniak is zeer weinig. En een impact hebt lager dan die 0,025%. Dus dat is de impactscore die dan berekend wordt en die moet dan lager zijn dan 0,025%. Ik heb een aantal voorbeeldjes opgelijst van wat moet je voorstellen bij 500 kilogram ammoniak. Dat zijn 38 melkkoeien of 28 melkkoeien met jongvee. Of als het enkel jongvee is, is het 113 stuks ongeveer. Als we kijken bij de zoogkoeien, dat is ongeveer 58 zoogkoeien of 94 vleesdieren. Bij de vleeskalveren zitten we ongeveer op een 140 vleeskalveren. Dus dat zijn geen grote aantallen. Een beetje in de zoogkoeiensector kunnen er misschien wel bedrijven zijn die eronder kunnen vallen als ze ver genoeg afstand hebben van de SBZ-gebieden. Dus ook die lage score van die 0,25. Maar dus er gaat maar weinig bedrijven zijn die hier voor in aanmerking kunnen komen. Nu, als je in aanmerking komt, staat er nog zinnetje onder, dan moet dat gebeuren via een aangifte voor rundveebedrijven tegen 31 maart 2025. Dus er zal moeten een dossier opgemaakt worden om dan aan te tonen dat je inderdaad een lagere emissie hebt en een lagere impact. En dan zult je vrijgesteld zijn van die pasreferentie. We hebben ook biologische bedrijven. Biologische bedrijven worden vrijgesteld als ze een impactscore hebben lager dan 1%. Er is daar ook eigenlijk vermeld. Als er maatregelen komt, of moet eigenlijk anders zeggen, als er een lijst van maatregelen komt die voldoen aan de biovoorwaarden, dan zullen ook die voorwaarden moeten gevolgd worden. Maar we gaan daar dieper op ingaan op een webinar op 2 april. Dus voor die biologische bedrijven, hoe dat die vergunningsverlening dan gaat verlopen, gaan we dan op 2 april eigenlijk dieper gaan bekijken. En we hebben nog een derde. Dat zijn andere diercategorieën, maar dat zijn andere diercategorieën binnen rundvee, varkens en pluimvee. Dus als er geen emissiearme systemen beschikbaar zijn voor die diercategorieën, dan denken we aan rozeekalveren, beren en kalkoenen. Dan zijn die ook vrijgesteld van die pasreferentie 2030. Dus die hebben dan geen opgelegde doelstellingen. Maar dat betekent daarom niet altijd dat ze een gemakkelijkere vergunning gaan krijgen of kunnen uitbreiden. Dat is niet het geval. Maar hier moeten er ook nog nadere regels bepaald worden. Dus hier komt er ook nog een uitvoeringsbesluit van wat moet er dan wel gebeuren, wanneer moet het gebeuren enzovoort. Misschien even de opties op een rij voor rundvee. Want het is al een heleboel eigenlijk geweest. Een eerste optie dat je als bedrijf eigenlijk hebt, dat je zegt van goh, ik ga geen aanpassing doen, ik ga geen maatregelen nemen. Ook die 5% niet. En je moet een vergunning aanvragen, dan ga je maar een vergunning krijgen tot 31 december 2025. Optie 2 is dat je zegt van, goh, ik ga wel een inspanning doen. Die 5%, dat zie ik wel zitten. Dan ga je een vergunning kunnen krijgen tot 31 december 2030. Maar, let op, ik heb dat verteld, die
tussendoelstelling dat de helft moet gerealiseerd zijn. Als dat niet gerealiseerd is, dan is er wel een mogelijke afroeming van de NERS mogelijk. En om dat eigenlijk tegen te gaan, hebben we eigenlijk een derde optie, dus dan toch 15% gaan reduceren. Je gaat ook een vergunning hebben, een tijdelijke vergunning, tot 31 december 2030. Maar je zal vrijgesteld worden dan zeker voor de gedwongen opkoop. Dus dan heb je een beetje meer zekerheid. Optie 4 is dat je zegt van, oh, wij gaan die pasreferentie 2030, dus die min 25% wel degelijk gaan realiseren. En dan moet er op 30 september 2029 een aangepaste vergunning aangevraagd zijn. Je moet eigenlijk die vergunning al op zak hebben. En dan kan een vergunning van onbepaalde duur verkregen worden. Je zegt uiterlijk op 30 september 2029. De vergunningsverlenende overheid zal heel veel werk hebben als elke, of bijna elke rundveehouder eigenlijk een vergunning op zak moet hebben tegen die datum. Maar men heeft dan wel nog een tijdje de mogelijkheid, tot 31 december trouwens, 2030, om de maatregelen te realiseren. Stel dat er een nieuwe stal is, de maatregelen moeten gerealiseerd zijn tegen 31 december 2030. Dus ook de stallenbouwers en dergelijke zullen heel wat werk hebben. Wat gebeurt er als je nu geen vergunning aanvraagt? Wel, als je geen vergunning aanvraagt, dan zal van automatisch, van ambtshalve noemt men dat dan, vanaf 1 oktober 2029 gewoon de dierplaatsen geschrapt worden uit de vergunning. Men gaat daar ook de aanhorigheden, bijvoorbeeld de mestkelder die daarbij hoort, eigenlijk gaan schrappen of eventueel een grondwaterwinning voor het water voor de dieren bijvoorbeeld, wordt dan ook geschrapt uit de vergunning. En dat gaat dan ook onmiddellijk in. Het schrappen van dieren gaat ook onmiddellijk in vanaf 1 oktober 2029. Hoe kunnen we gaan reduceren? Dat is ook een gele boterham. We kunnen dat doen met minder dieren, reducerende maatregelen zoals pasmaatregelen, een combinatie daarvan. We hebben intern salderen, zeker als we met verschillende diersoorten op het bedrijf zitten. En ook extern salderen, ik heb dat hier nog in het geel gezet, want dat is op dit moment nog niet mogelijk. Dat moet eerst nog onderzocht worden. Maar daar gaan we dieper op in op een webinar op 25 maart. Daar gaan we de technische kant op en gaan we een aantal voorbeelden zien van hoe dat kan gerealiseerd worden, hoe dat de reducties kunnen gerealiseerd worden en waar dan we moeten opletten. Dat was eigenlijk het luikje rond doelstellingen en de pasreferentie 2030. Als we nu kijken van hoe gaat onze vergunning dan eigenlijk gaan beoordeeld worden? We hebben een vergunning nodig, het zij een tijdelijke vergunning, het zij een definitieve vergunning, een vergunning van onbepaalde duur. Hoe gaan ze eigenlijk onze vergunning gaan bekijken? Wel, de eerste criterium dat men eigenlijk gaat bezien is de impactscore. Dus men gaat terug die impactscore moeten berekenen. Als die lager is dan 0,025%, dan moet er geen passende beoordeling gemaakt worden. Wat is een passende beoordeling? Dat is eigenlijk een grondige studie. Voor het INEOS-dossier was dat een studie van 800 pagina's. Voor een landbouwbedrijf hopen we niet dat er 800 pagina's meer zijn. Maar als de impactscore lager is dan 0,025, dan hebben we dat niet nodig. En kan uw dossier op vlak van stikstof dan, want er kunnen misschien nog andere elementen zijn, zou dan eigenlijk passend beoordeeld kunnen worden. Of moet niet passend beoordelen, maar zou eigenlijk kunnen passeren. Als uw impactscore groter is dan 0,025, wat dat het merendeel van de bedrijven wellicht zal zijn, dan is er een passende beoordeling nodig. Geen studie van 800 pagina's, maar dat zien we straks eigenlijk van wanneer wordt die dan passend beoordeeld. Misschien nog even gewoon ter info van die impactscore. Die tool is intussen tijd vernieuwd. Dus die impactscore tool staat nog altijd op dezelfde plek. Is een beetje vernieuwd, is een beetje aangepast. Maar om te zien of dat boven of onder die 0,025 zit, is het van belang om dat via die impactscore tool te gaan berekenen. Wanneer kan dan eigenlijk die vergunning passend beoordeeld zijn? Wanneer kan die passende beoordeling gunstig zijn? In eerste instantie ga ik kijken naar de tijdelijke vergunningen. De tijdelijke vergunning, als we
geen maatregelen of beperkt aantal maatregelen eigenlijk gaan uitvoeren. Daar zijn dan eigenlijk de voorwaarden als er geen stijging is van deposities en geen piekbelaster zijn, dus de impact lager dan 50%, dan kan uw passende beoordeling gunstig zijn voor stikstof. Wanneer we de reductie doen binnen de pasreferentie 2030, daar hebben we ook dezelfde voorwaarden. Er mag geen stijging zijn van de deposities en de impact moet lager zijn dan 50%. Nu, die stijging van deposities, daar worden ze ook een tool waarbij dan eigenlijk gekeken wordt uw nieuwe situatie ten opzichte van uw vergunde situatie, dat er daar zeker geen stijging mag zijn. Dus men gaat dat ook eigenlijk gaan berekenen. En dan gaat dat ook moeten aangetoond worden dat dat geen stijging aanwezig is. Dan hebben we nog een derde blokje. Het derde blokje zijn eigenlijk andere situaties. Denk aan uitbreidingen of nieuwe exploitaties. Dus stel dat je één koe meer houdt boven je pasreferentie, dan wordt het een moeilijk verhaal. Dan moet er eigenlijk aangetoond worden dat de gebiedsspecifieke neerwaartse depositietrend niet gehypothekeerd wordt. Dat is een heel mondvol. Ook piekbelasters kunnen zich daar niet ondervinden. Maar die neerwaartse depositietrend is mijns inziens eigenlijk niet een gemakkelijke voorwaarde. Ik ga het proberen uit te leggen aan de hand van dit voorbeeldje. We weten niet of het de correcte interpretatie is van wat dan we lezen. Maar daar gaat er ook dus een tool voor gemaakt worden, die dan eigenlijk wat je kunt ingeven en kunt nakijken of dat inderdaad klopt dat er geen neerwaartse depositietrend gehypothekeerd wordt. In dit voorbeeldje, dat is, laat ons zeggen, de depositie op een SBZ-gebied. Dit is bijvoorbeeld de depositie in 2021 op een bepaald gebied, gebiedsspecifiek. En dat bolken hieronder op 2030 is eigenlijk hetgene waar we naartoe willen of naartoe moeten. Dus nu zitten we hoog en dat moet dalen. Want de doelstellingen binnen het PAS-verhaal is eigenlijk zo dat de helft van de overschrijding van de deposities weg moet. Dus dat is eigenlijk het doel waar we naartoe moeten. Dus in feite, als we onder die lijn kunnen geraken met ons bedrijf en onze vergunning, dan gaan we eigenlijk die neerwaartse depositietrend niet gaan hypothekeren. Dus het is een kwestie van aan te tonen dat we daar eigenlijk onder zijn. Dus als er heel veel daling is van emissies, heel veel bedrijven stoppen bijvoorbeeld, zal dat makkelijker haalbaar zijn dan wanneer dat niet het geval is. Ook afhankelijk van hoeveel overschrijding is er per gebied. Sommige gebieden zitten al niet meer in overschrijding, sommige wel. Natuurlijk, dat is een theoretische lijn. Ik weet niet hoe dat in praktijk gaat gebeuren. Als er veel stoppen, gaan we sneller onder die curve geraken. Maar ik denk dat we nog een klein beetje vlak gaan blijven, omdat we waarschijnlijk gaan wachten tot in 2025 om inspanningen te doen. En dan pas eigenlijk misschien gaan dalen. Dus wanneer dat we onder die trend gaan komen of onder die lijn gaan komen, dat zou wel een keer kunnen zijn dat dat eerder tegen het jaar 2030 is, of als je geluk hebt dat er een gebied is die eigenlijk al zijn doelstelling gehaald heeft, dat daar misschien wel mogelijkheden zijn. Maar het is nu op dit moment echt koffiedik kijken wat dit betekent om eventueel te gaan uitbreiden of niet. En ik verwacht eerlijk gezegd daar eigenlijk heel weinig van, dat er daar heel veel eigenlijk gaan mogelijk zijn op korte termijn. Hopelijk dat dat op langere termijn iets meer perspectief gaat gaan bieden. Het is nog wachten op de tool die beschikbaar gesteld geworden is. Nog niet duidelijk hoe dat het gaat berekend worden. Maar op dit moment mogen we daar ook niet te veel van verwachten. Dus tot slot eigenlijk een overzichtje dat ik probeer te maken heb. Van welke mogelijkheden dat er zijn. In een eerste blokje dat we zeggen van oké, we gaan voor een vergunning tot maximum 31 december. Als we geen maatregelen doen. Willen we met een vergunning tot 31 december 2030, dan kunnen we kiezen ofwel gaan we 5% reductie of 15% reductie gaan nemen. En dan hebben we vergunning om bepaalde duur. En ik heb gezegd van dat rood cijferje komt ooit wel een keer terug, want we zijn in de laatste slide. Hier ben ik met mijn laatste cijferje.
in het rood, want ik heb hier eigenlijk in het rood 5% eigenlijk bijgezet. En nu komt dat omdat elke vleesveehouder eigenlijk ook verplicht wordt om 5% reductie te gaan realiseren. Dus die 5% reductie gaat wellicht ook meegenomen worden naar 2030. En niet te vergeten, ja, de vergunning moet op zak zijn uiterlijk op 30 september 2029. Dus dat zal een jaar op voorhand, dus dat zal snel eigenlijk op ons afkomen. Ik wil nog even reclame maken voor onze webinars die nog komen. Voor rundvee gaan we op 25 maart dieper in op de technieken, voorbeelden, ook naar de vliegsteun. We hebben ook een aparte webinar voor de gemengde bedrijven om dan te kijken van hoe het intern salderen eigenlijk kan met een aantal voorbeelden. En dan hebben we ook voor de andere sectoren, ik ga het hier niet allemaal oplijsten, nog heel wat webinars in het verschiet. We voorzien ook artikels en allerhande info op onze website. En uiteraard, de webinars komen dan op het YouTube-kanaal, waar dat je dan ook kunt nakijken. Ook even melden, mocht je algemene vragen hebben over het stikstofdecreet, dan heeft ons departement of het departement Omgeving een apart e-mailadres ter beschikking, stikstof@vlaanderen.be. Daar maken wij ook heel vaak gebruik van. En dan krijgen we daar ook antwoorden op de gestelde vragen. En ze hebben ook een algemene pagina die over het stikstof handelt.